Yeah, obviously delighted to make my debut. Not the fashion that I wanted to do it in. Obviously wanted to get something from the game, but hopefully we can kick on now. Everyone knows how important Sunday is, so let's focus on that now. Philips met een lange. Alderwerelds. Indy Bonen zit ertussen. Indy Bonen. Ja, tussendoor richting Ambrose. Dit is de beste aanval van KV Oostende in de hele wedstrijd. En dan moet hij er eigenlijk in. Er zijn altijd kansen in een wedstrijd. Die pakken we natuurlijk niet. En we mogen toch wel spreken dat we te slap begonnen zijn. Omdat we in duel niet ons tonen. En dat we een bal echt wel moeten wegshotten. Met veel meer kracht en veel meer overtuiging. En daardoor blijft Antwerpen in balbezit. Twee pasjes opzij en een fantastisch doelpunt van De Laat. Dus dan komt het direct al in slechte papieren eigenlijk. En ik vind dat mijn ploeg de eerste helft niet zo heel veel heeft kunnen reageren. Waarom ook? Dat we te veel de lange bal gebruikten. En we kwamen niet in ons voetbal, waar we dan toch proberen soms tussen de lijnen te spelen. Een ander Oostende aan de tweede helft. Een paar mooie kansen. We scoren de gelijkmaker. En voor ons is het altijd wel spijtig dat elke beslissing van de VAR altijd tegen ons gefloten wordt. En we voelen ons een klein beetje benadeeld soms. En het is niet meer de eerste keer. En ik had het ook wel het gevoel als trainer van Oostende. Voor Antwerp zal de VAR wel positief zijn. En voor ons draait het altijd anders uit. Dat is Ekkelenkamp die zijn landgenoot vond. Daar is Vrij opnieuw. Hij maakt zich weer vrij in de box. Toch nog altijd te veel volk voor zijn neus. Ekkelenkamp ook weer afgeblokt. Alle hens aan dek nu bij de Kustboys. En een schot nog gered door Philips. I think their goals that we can easily stop really. I just think on the bad run of form that we're on. A missed tackle here or a little bit of luck, a little deflection from the second cross that takes it to their player. Some things are not going our way. The guy sticks it in the top corner after 4 minutes or whatever, which doesn't help. But there's definitely things we can do better. We know that. We've got to do them better. Otherwise, it will be a long season for us and we want to move up the table. Nog altijd Vincent Janssen krijgt een herkansing. Voorzet en daar is de goal. Ja, nu wel een doelpunt. Ekkelenkamp maakt er 2-0 van. De gelijkmaker werd afgekeurd. Yeah, I can't speak highly enough of him. He's been brilliant with me since I've been here and I hope he'd say the same about me. I came here to Belgium to play games of football, obviously. I moved country to play games of football. It's what I want to do. I want to put my stamp on the team. When I first come here, Guy was doing really well. So obviously the manager didn't change it. But in recent weeks, we've had some bad results. And I think he just felt like he needed to change something. So I'm grateful for the opportunity. And we'll continue to work hard together in training and push each other. And I'm sure we're making each other better goalkeepers. So hopefully I can start showing that on the pitch now and we can kick on Sunday and take 3 points.